Dit is niet wat je, wat je op hoopt, natuurlijk. Hè. Je hoopt dat het goed gaat meteen. En uh, dat er dan dit gebeurt, uh, is uh, niet mijn droomstart van uh, een verkennersperiode. Uh, ik had liever dat, gehad dat het niet was gebeurd, of dat ik daarover was geïnformeerd van tevoren. Want de heer Strien heeft u dit vrijdag niet verteld dat het speelde? Nee, ik wist helemaal van niets, dus pas vlak voor de eerste publicatie. Ik geloof trouwens als iemand zegt dat hij onschuldig is, hij is ook niet vervolgd of veroordeeld. Maar ik had het natuurlijk wel moeten weten en uiteindelijk, als er vandaag weer opnieuw publicaties komen, moet je met elkaar concluderen, dat hebben we ook allebei gedaan, dat je daar beter mee op kan houden, anders ben je de hele week niet bezig met verkennen, maar met het terugkoppen van alle ballen die de pers opneemt. Ja, zaken... Heeft u de zaken kunnen bestuderen wat er aan de grondslag lag aan die aangifte. Nee, ik, kan het, ik, kan niet, ik kan niet alles allemaal bestuderen, dus dat is ook niet mijn taak. Ik werk niet bij het Openbaar Ministerie of bij weet ik wat dan ook. Ik heb iemand die zegt dat hij het niet heeft gedaan. Ik heb publicaties en ik zie, en dat moet ik dus ook als procesbegeleider zien, want ik heb hem voorgedragen dat dit het functioneren van een verkenner, die echt, dat heeft Nederland ook nodig nu, met een goede week begint met zich concentreren op die verkenning. En dan kan je dit er niet bij hebben. Nou bent u nog, nog niet eens begonnen met deze formatie. De verkenner die is teruggetreden, VVD, die zegt ik wil niet met u. Het is niet echt een hele ontspannen start van de formatie, lijkt mij. Ik ben positief gestemd. Ik ben nu bezig om een andere verkenner te benaderen. En te kijken of de collega's die persoon kunnen dragen. En als dat zo is, dan inderdaad, hadden we liever een andere start gehad, zeker. Um, wat ik had liever dat het niet was gebeurd, maar ik hoop dat we morgen snel uh, verder kunnen, want dat is ook wat Nederland nodig heeft, dat die verkenningsperiode gewoon... Kijkt als, al hoe, als ik nog één vraag stellen, hoe kijkt u uh, naar de reacties ook van Halbe Zijlstra en Hogevorst vanuit de VVD, die zeggen van, uh, Jezus, ga wel praten met uh, PVV, er lijkt toch wel onrust te zijn uh, binnen de VVD. Nou ja, weet u, ik, ik ga niet uh, stoken in die partij, maar het is natuurlijk zeer duidelijk, hè. we zagen gisteren ook nog uh, op televisie um, um, een uh, peiling waarin bleek dat niet alleen de meerderheid van de Nederlanders... maar ik geloof 80% uh, van de VVD-kiezers uh, een kabinet wil. Uh, een centrumrechtskabinet wil met uh, de VVD, PVV, NSC en BBB. En dat is, het is, ik heb het ook vorige week gezegd, ik vind het onbegrijpelijk dat men... Daar niet aan meedoet. De kiezer wil dat, hun kiezer wil dat. Ze hebben het kabinet laten vallen op immigratie. Immigratie is door de afgelopen jaren met deze 66 te regeren een puin op geworden. En al kan je daar wat aan doen, al kan er een kabinet zijn wat bijvoorbeeld die problemen aanpakt. En dan zeg je van ik doe niet mee. Ik denk dat dat, dat ja, misschien een, een, een emotionele beslissing van ze is geweest. En ik hoop dat ze. Ja, toch wat een beetje bij zinnen komen. want het zou het zou doodzonde zijn als daardoor een centrumrechtskabinet kabinet er niet zou komen. Dat, dat zou ik heel erg betreuren en ik roep ook uh, mevrouw Jissel op om um, um, ja, om om daar nog eens heel goed over na te denken. Heeft u het idee dat u nu wel een verkenner zonder smetje kunt vinden? Ik, ik, het, 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 het zal nog wel heel erg zijn als ik dat uh, als mij dat niet zou lukken. Ik denk dat mij dat gaat lukken. Nog één ding, want u zei inderdaad net, uh, Groen van Strien, uh, dat is iemand van buiten, de, of met meer afstand tot de politiek, hè, in die verkennersrol. Um, u zegt net ja, als u bewindselig gaat vinden, wordt dat makkelijker. Hè, omdat dat mensen, u heeft een wat bredere vijver om uit te vissen. Maar hoe kunt u dat eigenlijk garanderen? Want het is in het verleden natuurlijk wel gebleken dat het moeilijk is uh, om heel veel PVV'ers, uh, dat mensen misschien toch ook wat een reserves hebben om zich bij de PVV aan te sluiten, politiek gezien. Nou, gelukkig staat het een stuk minder. Je ziet ook, en dat hoor ik ook van alle kanten, dat mensen, uh, het is gelukkig geen taboe meer. Althans minder om te zeggen dat je op de PVV bijvoorbeeld hebt gestemd. Een op de vier mensen hebben op de PVV gestemd. Wij zijn by far de grootste partij van Nederland geworden. Dat moet nog bij heel veel mensen bezinken. Maar het is wel gebeurd. Dus dat betekent dat ook heel veel mensen... Mijn mailbox zit vol van... Iedereen, allemaal mensen die ik niet ken of die zich aanmelden voor um, wat voor uh, mooie banen dan ook. Dus het is niet zo, en we hebben een, een fractie hier, we hebben fracties in de Staten. Dus we hebben ook een hele hoop uh, politici in al die jaren al gekregen. En alle verschillende politieke gremia. Dus ik ben ervan overtuigd uh, dat dat moet gaan lukken. Maar het criterium voor een verkenner was juist iemand die wat meer afstand heeft van de politiek. Dat was het criterium. En daar maakte ik een opmerking over. Kees, Kees van der Staaij kan zich alvast klaar gaan maken. Ik doe geen uitspraak over wie het wel of niet uh, uh, wordt. Ik ben nu uh, met uh, een persoon in gesprek. Ik ben ook met collega's aan het informeren of daar voldoende draagvlak voor is. En als dat allemaal rond is, zo zijn de procedures, dan moet ik die persoon morgen uh, voordragen in het overleg met de fractievoorzitters. En alleen als daar dan ook echt voldoende draagvlak voor blijkt, uh, wordt de persoon uh, de informateur. En dan kan ik ook pas de naam geven, anders zou ik. De, die persoon heel erg uh, beschadigen en dat is niet wat ik uh, wil.